Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door BNP Paribas, Citi, Société Générale en Vontobel. In deze video ga ik in op de vraag, wordt 2021 voor de aandelenbeurzen net zo'n jaar als 2013? Waar komt die vraag vandaan? 3 maanden geleden heb ik na een bijeenkomst van de Federal Reserve een video opgenomen van hoe gaan de aandelenmarkten zich gedragen als de coronasteunpakketten worden afgebouwd. En nu, afgelopen week, heeft Jerome Powell namens de Fed gezegd, nou, we zijn er nu heel erg dichtbij. Nog 1 redelijk goed banenrapport en we gaan nog voor het einde van het jaar beginnen. Ja, dus is het goed om die video van 3 maanden geleden erbij te pakken en te kijken hoe staan we er nu voor. Nou, maar we beginnen even bij het nieuws van deze week, want de beurs was afgelopen week toch nog steeds helemaal in de ban van de Chinese vastgoedontwikkelaar Evergrande. Nou, dit weekend lijkt het allemaal een beetje weggeëpt te zijn, de spanning, omdat het er toch op lijkt dat het niet wereldwijd gaat uitslaan. Niet dat ik dat eerlijk gezegd had verwacht, maar daar werd wel over gespeculeerd. Dus daar moeten we op de beurzen toch rekening mee houden. Hoe zat het ook alweer? Dit is een sheet van het Turbojournaal van vorige week. Evergrande, een vastgoedontwikkelaar, maar dat deden ze niet alleen. Dat deden ze in maar liefst 280 steden en vaak ook samen met de overheid in zo'n stad of in zo'n provincie, die daar ook geld in stopte, want die waren blij dat Evergrande aan vastgoedontwikkeling kon doen. Dus nu Evergrande tegen die 300 miljard dollar aan schuld aankijkt, die ze niet kunnen terugbetalen, raakt dat niet alleen dat bedrijf, maar dus ook die lokale overheden. En dat krijgt zeker nog wel een staartje in China zelf. Want in China is het over het algemeen toch zo, degene die het veroorzaakt, de problemen, die moeten ook voor boeten. Dus niet alleen het management van Evergrande, maar ook de lokale bestuurders, die zal het af en toe wel even dun door de broek lopen op dit moment. Wij kijken ernaar vanuit het perspectief van de beurs. Ik wil nog wel 1 gedachte delen die ik ergens nergens zie. Maar wat ook in de actualiteit is, dat iedereen zich afvraagt van ja, die Chinese techbedrijven die toch al zo onder een vergrootglas liggen en te maken krijgen met nieuwe regelgeving. Waarom in hemelsnaam gaan die mee in het verzoek van Xi Jinping, hè? Om te denken aan common prosperity, gezamenlijke welvaart, en doneren ze echt miljarden bedragen om met name kleine en een middenbedrijf te helpen. Ja, en mijn gedachte is dan, dit is bijvoorbeeld werd dit weer bevestigd door onder andere Alibaba en Xiaomi op de World Internet Conference, waar overigens ook Elon Musk namens Tesla weer aardige dingen over China zei. Ja, maar mijn gedachte is daar dan bij, ja, die lokale overheden die zijn er juist om die kleinere bedrijven in China ook op weg te helpen. Maar als ze nu geen geld hebben, omdat ze zitten met de trouble van Evergrande, is het natuurlijk fijn als iemand anders daar ook een beetje helpt. Nou, nogmaals, ik heb dit nergens gelezen, het is mijn eigen gedachte, maar het zou me niets verbazen. Hè? Common prosperity is, jongens, we doen het met z'n allen, dat Xi Jinping onder dat motto een beroep heeft gedaan op die bedrijven. Maar dat lees je dan niet in de krant, en zeker niet in de staatskrant, maar dat zou dan iets moeten zijn wat achter de schermen is. In ieder geval vult dat elkaar wel mooi aan. Evergrande is dus in het nieuws. Ik vind het af en toe leuk om op de Belgische krant te kijken. Dan leer je weer eens nieuwe woorden, tenminste voor mij nieuwe woorden. Zwalpende bedrijven. Wij hebben het volgens mij over zwalkende bedrijven, maar in België hebben ze het over zwalpend. Erg mooi. Die kunnen dus de rente op de obligaties niet terugbetalen, omdat ze niet genoeg kasgeld hebben, omdat ze niet genoeg vastgoed kunnen verkopen. En ja, we gaan het uitgebreid hebben over obligaties. En ik weet dat we het in het Turbojournaal eigenlijk altijd over aandelen hebben. Sta mij toe om heel eventjes nog het begrip obligatie door te nemen. Hè? Want bij aandelen, dan heb je geen zekerheid. Dan verschaf je dus risicodragend kapitaal. Maar bij een obligatie, over het algemeen, heb je een zekerheid of een onderpand. Ja? En dan deel je dus niet in de winst. Maar je krijgt aan het einde van de rit,
als het bedrijf zijn activiteit heeft ondernomen, aan het einde van de looptijd van de obligatie je geld terug. Ja. Nou, het beste vind ik altijd gewoon, huppakee, om meteen een voorbeeld erbij te pakken. En dan gebruik ik toch even de obligatielening, leningen moet je eigenlijk zeggen, die Amazon in mei van dit jaar heeft uitgegeven. Toen hebben ze voor maar liefst 18,5 miljard dollar obligaties uitgegeven. En dat doen ze dan typisch in verschillende tranches. Ja, dan spreiden ze het ook een beetje door de tijd. Dat past ook bij verschillende bedrijfsactiviteiten. Sommige dingen hele lang lopen, dan halen ze op gewoon voor de going business. Maar Amazon die gaf dus 8 tranches uit met looptijden variërend van 2 tot 40 jaar. En hoe een obligatie dan geprijsd wordt, is dat er eigenlijk wordt gekeken naar de staatsobligatie van het land waarin het bedrijf zit. Dus in dit geval de VS. Ja. Daar hoort, dat wordt altijd gezegd, de overheden gaan in principe niet failliet. Daar kunnen we het nog eens een keer over hebben, een heel ander onderwerp. Maar dit is de yield curve, de rentecurve van de Verenigde Staten, zie je in de tweede kolom. En voor een bedrijf dat minder kredietwaardig is dan de overheid zelf, geldt er dan een risicoopslag. Die is hier in dit voorbeeld heel erg laag, waarbij je dus ziet dat ja, Amazon eigenlijk gewoon heel dicht in de buurt komt van de kredietwaardigheid van de Amerikaanse staat. Maar bijvoorbeeld op een tweejaarslening betaalt de Verenigde Staten 16 basispunten, 0,16%. Bij Amazon werd er in mei een opslag gerekend van 0,1% en betaalde Amazon dus ongeveer 0,26% aan rente. Nou, naarmate de looptijd langer wordt, neemt het kredietrisico van een bedrijf altijd iets toe, omdat er natuurlijk gewoon in een langere periode meer kan gebeuren. Dus vandaar dat je die risicoopslag ziet oplopen. En dan zie je dus bijvoorbeeld bij de 40-jaars lening betaalt de Amerikaanse staat 2,45% en Amazon 3,40%. Wat nog steeds trouwens heel erg laat. Dus even voor de goede orde, die laatste kolom, dat zijn dus de rentepercentages per jaar. Nou, hoe gaat dan de koersvorming van een obligatie? Want die obligaties zijn ook verhandelbaar. Ja, dat op het moment als de rente daalt, dan gaat de koers van de obligatie omhoog. En als de rente stijgt, dan gaat de koers van de obligatie omlaag. Hoe werkt dat dan? Als de rente stijgt en jij hebt een 40-jaars obligatie van Amazon gekocht met een rente van 3,4% en de rente stijgt opeens naar 5%, ja, dan wil niemand die obligatie meer van jou kopen. Want dan denken ze, ja, ik kan nu ook 5% krijgen, dus heb ik minder over voor die. Niemand wil hem kopen, iemand wil hem wel kopen, maar tegen een lagere koers. Ja? En andersom ook, als de rente zeg maar voor 40 jaar naar nul zou gaan, theoretisch gevalletje, dan zouden mensen zeggen, goh, nou als ik 3,4 kan krijgen voor 40 jaar bij Amazon, dan wil ik dat misschien wel doen en dan willen ze meer betalen voor die obligatie. Terug naar Evergrande, want dat zie je dus nu ook bij de koersvorming, hoe hard dat gaat. Daarom wil ik het graag uitleggen. Dit is een 5-jaars obligatie van dat bedrijf Evergrande met een jaarlijkse rente van 8,25%. En je ziet tot voor kort niks aan de hand. Ja, die obligatie die kabbelt gewoon een beetje rustig. Die heeft ook die lijn die je daar ziet aan de linkerkant, dat is die 8,25%. Ah, op een gegeven moment gaat die rente die gevraagd wordt op zo'n obligatie wat oplopen. En nu, vandaag de dag, als je deze obligatie, als Evergrande nieuwe obligatie zou willen uitgeven, wordt er meer dan 500% rente gevraagd. Ja, waarom? Omdat mensen bang zijn. Het bedrijf zelf zegt in de pers, wij zouden misschien wel eens een keer geen rente kunnen gaan betalen. Lees, misschien gaan we wel failliet. Nou, en dan wordt er dus opeens niet 8, niet 10, niet 12, nee, 500% gevraagd. Andersom, kijken we naar de koers van de obligatie. Dit is een andere obligatie, maar wel ook van de Evergrande Group. Een 3-jaars obligatie, uitgegeven in 2019. En die loopt tot 2022. Ik weet even niet de maand, maar laten we voor het gemak zeggen, hij loopt nog een jaar. Nou,
dan denk je, tot aan mei, niks aan het handje. In die koersgrafiek linksonder, dan zie je dus dat in mei die obligatie nog ongeveer bijna op 100 noteert. Ja, want je telt dan die coupon er nog een keer bij op. Je hebt al twee keer een coupon gehad, nog één jaar te gaan. Hoe groot is de kans dat er wat gebeurt? Maar ja, toen kwamen dus al die nieuwsberichten uit. En dit is overigens een print van vorige week vrijdag. En dan zie je dat deze obligatie nu niet 100 noteert, maar 30. Ja, dus ook niet dat ze zeggen 100, nou ja, oké, die laatste coupon, die komt niet. Dus hij noteert 90,5, nee, 30. Omdat er angst is dat het bedrijf failliet gaat. Ja, en dan zijn er allemaal mensen die willen die obligatie verkopen. Er zijn geen kopers. En dat is nou wat we dan in jargon zeggen, hè, als er geen kopers zijn, de liquiditeit droogt op. En het is wel goed om daar eens een keer in het Turbojournaal aandacht aan te besteden, want hier heb je dus gewoon een live voorbeeld hoe hard het kan gaan als er op een gegeven moment echt serieuze dingen aan de hand zijn op de financiële markt. Want dan rennen iedereen naar de uitgang. Dan zijn er weinig kopers te vinden op een normale prijs. Ja, en als je dan blijft zitten met zoiets, dan kan dat serieus heel veel geld kosten. Nou, ik kan me ook voorstellen dat de mensen zeggen, ja, Jean-Paul, leuk, bedankt voor de uitleg, goed. Maar Evergrande, ik heb de aandelen niet, ik heb de obligaties niet, dus wat moet ik hiermee? Nou, je moet voorbereid zijn, want dit is een bericht uit de Telegraaf van vorige week. Ja. En nou, natuurlijk een fikse Telegraaf op. Beleggers betalen grif voor een zogenaamde rommelobligatie. Ja. Maar wat je hier ziet, hè, rommelobligaties, dat is een letterlijke vertaling van het Anglo-Saxische junkbonds. Als jij een verkoper bent van junkbonds, dan is er geen klant die met je wil praten. Dus dan wordt het soms ook wel high yield bonds genoemd. Dat klinkt wat vriendelijker. Maar dat zijn obligaties van projecten, bedrijven die een hele grote kans hebben dat ze niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. En dit artikel in de Telegraaf zegt dat mensen zijn zo op zoek naar rendement, want je krijgt het niet op een spaarrekening, niet op een obligatie, dat ze eigenlijk bereid zijn om heel veel te betalen voor een vrij slechte kwaliteit obligatie. En de boodschap is dat bij dit soort berichten de rente die je dan krijgt waarschijnlijk te laag is voor het risico dat je loopt. Maar of een bedrijf niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, ja, dat hoor je pas vaak op het moment dat ze komen met een bericht. Het gaat hier niet goed. Ja? Dus let erbij op, als je producten tegenkomt met een hoge rente, dat je je afvraagt of dat een redelijke compensatie is voor het risico dat je loopt. Nou, al die theorie is ook nuttig voor de discussie van nu, want we hebben te maken met de Federal Reserve, die de steunpakketten gaat afbouwen, zeer binnenkort. Dat zit er toch wel heel erg in. En toen we dat hadden in februari van dit jaar, toen werd het ook al geopperd dat het misschien sneller zou gaan dan verwacht. Toen ging de rente op Amerikaanse staatsobligaties oplopen. En dat is nu weer het geval, heel voorzichtig. Maar in februari ging met name de technologieaandelen, de groeiaandelen hard naar beneden. Dus wij willen nu weten, gaat dat nu weer gebeuren? Nou, hier zie je even, voor het gemak nog eens even de historische grafiek van de 10-jaars rente. Je ziet dat die duidelijk in een dalende trend is. Maar op dit moment is die weer net een beetje omhoog. Staat nu op 1,47. En dat percentage, we weten eigenlijk op het moment dat de 10-jaars rente boven de 1,5% komt, dat is een soort ankerpunt voor de markt, dat ze denken, ja, nu zou het ook nog wel eens een keer flink door kunnen stijgen. Althans, dat was het verhaal in februari. Nou, de Fed is dus vorige week bij elkaar gekomen. Wat hebben ze gezegd? Dat ze alleen nog maar een banenrapport nodig hebben, wat redelijk goed is. Dus dat is waarschijnlijk in november wel het geval. Dus die Fed-meetings, die hoef je verder eigenlijk niet meer te volgen. Wat belangrijk is, er wordt afgebouwd. En er moet 120 miljard per maand worden afgebouwd. Dat gaat in stukjes. Daar zijn ze nog wel een aantal maanden mee bezig. Het enige wat zou kunnen is dat ze het sneller gaan afbouwen dan dat de markt nu denkt. Omdat ze zich misschien stiekem toch een beetje zorgen maken over die hoge inflatie. Waarvan ze op dit moment zeggen, die waait voor een groot gedeelte wel weer over. Nou, waarom komt nu een rentestijging dichterbij?
Er zitten 18 mensen in die Federal Reserve Open Market Committee. Die mogen stemmen in het beleid. Eerst waren er al 2. Die wilden in 2022 misschien de rente al gaan verhogen. Nu zijn er 7 bijgekomen. Dus ze zitten nu op 9. En dat is natuurlijk wel een forse toename. En ook zegt de Fed afgelopen week. Ze zeggen, nou ja, weet je, de inflatie komt waarschijnlijk, schiet toch nog misschien wel iets verder door dan wat we eerder dachten. Dus we houden nu rekening met een iets hogere inflatie. Kortom, hè, obligaties wil je niet hebben. Dat wisten we al, dat wordt hier gewoon alleen bevestigd, vermijd ze. Hè, als de rente gaat stijgen, gaat de koers van je obligatie omlaag. Nog eens een keer, bij de huidige inflatie hou je helemaal niets over onderaan de streep. Dus zou je kunnen denken, dan gaan mensen overstappen van obligaties naar aandelen. Want waar kunnen ze anders terecht? Maar ja, aandelen in principe horen bij een stijgende rente, volgens de tekstboekjes, ook een stukje te gaan dalen. En dat soort berichten zie je regelmatig voorbij komen. Dit is een bericht van 12 september. Deze mevrouw, een willekeurige analist op CNBC, die zegt dat ook. En dat is eigenlijk hetzelfde wat ik in mijn juni-video zeg. Als je het doorrekent, dan zou je kunnen verwachten dat aandelen misschien 10 tot 15% gaan dalen. Nee? Waarom verwacht je dat? Nou, dan zitten we dus een beetje tegen de piek aan. En dat is gewoon omdat toekomstige winsten dan nu wat lager gewaardeerd worden. Ook dat heb ik in vorige video's wel eens uitgelegd. Maar, wat is er nu aan de hand? In februari hadden we dat. Toen gingen aandelen een stuk naar beneden, maar geen 10 of 15%. Technologieaandelen misschien een procentje of 6 of 7. Ja. Maar nu zitten we eigenlijk op dezelfde manier. Maar er gebeurt helemaal niet zoveel. Elke keer als de beurs 2 of 3% naar beneden gaat, wordt de dip weer gekocht en gaan die aandelen weer omhoog. Nou, en dat heeft er waarschijnlijk mee te maken, wat ik toen in die juni-video heb uitgelegd. Als we terugkijken naar 2013, toen waren er ook steunpakketten naar aanleiding van de financiële crisis. En die werd aangekondigd dat ze eind 2013 begonnen met afbouwen. Daar hebben ze uiteindelijk 1,5 jaar over gedaan. En de aandelenbeurzen in die periode na december 2013, die gingen in 2 jaar tijd nog steeds zo'n 30% omhoog. Dus zo'n 15% gemiddeld per jaar. Ja, en het lijkt erop alsof de markten, als ze het niet weten wat er gaat gebeuren, kijken ze terug naar de geschiedenis. Zeggen ze, nou, dat zou nu wel weer eens een keer weer zo kunnen zijn. Toen dachten we eigenlijk ook dat aandelen gingen dalen, maar dat deden ze niet. Ja, dus nu gaan ze het waarschijnlijk ook niet doen. Dus dat verklaart, wat mij betreft, waarom dat die aandelenmarkt er nog steeds zo goed bij is. Ook al zou je technisch verwachten dat gewoon de waardering wat lager zou moeten zijn. Nou, hoe leggen we dat dan uit? Kijk, neem dan gewoon weer een bedrijf als Amazon of neem een bedrijf als ASML. Er zouden mensen kunnen zijn die zeggen, ja, maar luister, dan betaal ik nu misschien wel een beetje veel. Dan duurt het misschien 2, 3 jaar langer voordat ik op mijn doelrendement uitkom. Maar ja, wat is mijn alternatief? Dan moet ik het op een spaarrekening zetten, want obligaties is geen alternatief. Maar op een spaarrekening krijg ik die inflatie eroverheen. Dus dan maar gewoon wat meer betalen voor kwaliteitsaandelen. Ja. En ja, dan moet ik maar genoegen nemen met een iets lager rendement dat ik misschien gehoopt had. Maar als ik bijvoorbeeld op aandelen 5 of 6% per jaar maak, kom ik nog steeds heel erg goed weg. Nu, waar we nu in de markt zitten, is dat dit wordt uitgepakt. De markt is op zoek. Gaan we nou toch nog een keer een daling krijgen? Of zeggen we gewoon, joh, weet je, die dips, die gaan er niet meer komen. En we gaan rustig aan nog een stukje stijgen. Wat de vorige keer bij de video werd gezegd, dat geldt nu ook. Ja? En dat is dat in 2013 relatief gezien de aandelenmarkt wel een stuk goedkoper ervoor stond dan nu. Dus daarom zeggen analisten soms ook, nou misschien gaan we dan nu niet ook een klein beetje omhoog, maar gaan we misschien een beetje zijwaarts bewegen. Maar ja, daar zet ik dan tegenover. We gaan over 2 weken alweer beginnen met het kwartaalcijferseizoen.
Die winsten door die lage rente zijn nog steeds heel erg hoog. Dus die bedrijfscijfers die moeten gaan uitwijzen welke kant dat de beurs nu gaat kiezen. En tot die tijd wordt het een beetje op zoek gaan naar informatie. Nou, als we het hebben over de aandelenmarkt, dat is er natuurlijk niet. Het is natuurlijk opgebouwd uit individuele bedrijven. Vorige week ging het eigenlijk allemaal een klein beetje naar beneden. Vandaag zie je duidelijk het patroon wat we ook hebben gezien in maart van dit jaar. Na die daling, februari, maart. Dan, en ik heb het voor het gemak maar weer even Amerika genomen. Heb je drie indices. De Dow Jones Industrial Index met 30 aandelen. De S&P 500 Index en de Nasdaq 100 met de technologie aandelen. En linksboven zie je dat vandaag de Dow Jones op een bepaald moment op 3:15 omhoog was. De S&P 500 een beetje naar beneden en de Nasdaq veel harder naar beneden. Dus heb je weer die draai van waarde naar groei. Ja, want met name groeiaandelen worden geraakt omdat die met name de winst in de toekomst hebben liggen. Die worden geraakt door een eventuele hogere rente. Nou, in de tweede helft van februari zag je dus dat die Amerikaanse rente ook naar 1,5% ging. En toen ging de Nasdaq zo'n 7% onderuit, van iets van 13.800 naar 13.000. Dus daarna allemaal weer goed gekomen. Maar op dat moment deed de Dow Jones met wat meer waardeaandelen het een stuk beter. Nou, de Nasdaq heeft dat weer ingehaald, maar vandaag zie je dus weer de draai naar de waardeaandelen. De markt is echt op dit moment aan het zoeken. Eén waarneming vandaag kan je ook niet spreken van een trend. Dat zal echt de komende weken moeten blijken welke kant het op gaat. Nou, voor eender aandeel is het in ieder geval hartstikke goed. Waardeaandeel als oliebedrijf Royal Dutch Shell hebben een hele tijd in het verdomhoekje gezeten. Vandaag gesloten zelfs nog hoger dan de 1875 die hier staat. Ik geloof zelfs iets van 1885. Een dikke plus van 4%. Dat komt omdat de olie- en gasprijzen vandaag weer zijn opgelopen met zo'n 1,5 à 2%. Je hebt waarschijnlijk ook wel de beelden gezien uit Engeland, waar ze gewoon echt extreme tekorten hebben aan olie en gas. Daar komt nog een keer bij dat Goldman Sachs vandaag heeft gezegd, wij verwachten aan het einde van het jaar zo'n $90 per vat olie. Dus dat is nog eens een keer $10 erbij. $12 erbij vanaf waar we op dit moment staan. Ja, en dat is natuurlijk voor een bedrijf als Royal Dutch Shell helemaal prima. Ze hebben de hele tijd te maken gehad met pensioenfondsen die eruit wilden. Vanwege dat het een olie- en gasbedrijf is. Dus niet duurzaam. Maar het lijkt nu toch een beetje de band gebroken te hebben. In ieder geval zijn we nu de piek die we dit jaar eerder hadden gezien. De lokale piek op €18,60 in maart. Die zijn we nu voorbij. Of we nou weer snel terug zullen gaan naar boven de 25, de tijd zal het moeten leren. Maar Shell lijkt in ieder geval op dit moment toch minder last te hebben van die verkopers. Gewoon omdat het ernaar uitziet bij dit soort hoge olieprijzen dat ze gewoon geld verdienen als water. Ja? Leuk aandeel om in de gaten te houden. Ja, en kijken we dan tot slot nog eventjes voor het begrip van waarde en groei naar die top 5 en de flop 5 uit de AX van vandaag. Ja, je ziet aan de linkerkant, zie je dus onder andere Shell staan. Ook de financials worden altijd gerekend tot de waardeaandelen. Is wel bijzonder. In Nederland wordt dan altijd ING gekocht. Dat zie je hier ook terug. Als je terugdenkt aan de video met Patrick Lemmens van het Robeco Financial Fund. Die zegt ook, als je nou ziet dat de lange rente gaat oplopen, dan moet je eigenlijk de verzekeraars kopen. Want die hebben veel meer te maken met de lange rente. En banken hebben veel meer te maken met de korte rente. En die gaat niet zo heel snel stijgen. Maar acteert de beurs niet. Kies toch liever ING dan bijvoorbeeld Aegon en ASR. Kan natuurlijk ook met allerlei andere dingen te maken hebben. Opvallend in dit rijtje is trouwens ook wel op nummer 5 Randstad. Dat is een bedrijf dat het over het algemeen doet wanneer de groei juist heel erg goed is. Dus misschien zou dat een positief bericht kunnen zijn. Er staat tegenover dat Randstad vrijdag al flink naar beneden was. Dus misschien is dat gewoon een herstel. Nou, aan de rechterkant zie je de onderste 5
van de 25 AEX-aandelen van vandaag. Daar heb je ze weer, alle drie, ASML, ASMI en BESI, de succesnummers van de afgelopen tijd. In combinatie met DSM zie je daar dus gewoon duidelijk winstnemingen in de succesaandelen. Beleggers die denken, ik heb het wel eventjes gehad, het rendement. Ik stap even uit en misschien stap ik later wel weer in. Maar je ziet dus grote verschillen. Het punt dat ik wil maken is de AX per saldo, min 0,35%, is helemaal niet zo heel veel van zijn plek. Dus ben je een langetermijnbelegger in indexbeleggingen? Ik denk dat we voorlopig nog steeds op koers liggen om een herhaling te zien van wat er met de beurs gebeurde in 2013. Ja, ik zie ook wel in dat we nu wat hoger staan, maar de bedrijfsdiensten zijn er. Dus voor indexbeleggers voor de lange termijn is er volgens mij nog steeds niks aan de hand. Dat wordt opgebouwd uit individuele aandelen voor de mensen die wat actiever willen beleggen. Je ziet het aan de uitslagen, is er heel wat te halen. Maar het is heel moeilijk, want je moet goed timen wanneer je erin gaat en wanneer je eruit gaat. Heel lastig, maar doe er je voordeel mee. Ik maak me in ieder geval als lange termijn belegger geen zorgen. En dat wilde ik toch even meegeven in het Turbo Journaal van deze week. Bedankt voor het kijken. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan. Dan help je het kanaal ook weer verder. En dan zie ik je graag weer bij een volgende video.